Het schemert nog, het is heel vroeg. We zijn vanmorgen om 7 uur vertrokken. En ik ben in Etten-Leur bij Slipsblom. En vandaag ga ik oog in oog staan met mijn grootste nachtmerrie. Namelijk geen controle hebben over een vrachtwagen. Ik zou eerlijk zeggen, dat is oprecht mijn nachtmerrie. Ik heb mijn vrachtwagenrijbewijs gelijk gehaald. Bijna direct gehaald nadat ik mijn autorijbewijs heb gehaald. Omdat wij toen met de paarden op internationale wedstrijden wilden. En mijn moeder zegt, ja, ik kan heel dat stuk niet alleen rijden. Dus ga maar gelijk door. Dus ik heb al vanaf mijn 18,5 mijn vrachtwagenrijbewijs. En elke keer denk ik weer van, wat gebeurt er als ik in een ongeluk kom of in de slip of wat dan ook. En volgens mij kan een vrachtwagen niet gaan tollen. Dus dan heb ik altijd zoiets van, oké, ik weet het niet. Maar vandaag dus in oog met mijn grootste nachtmerrie. We gaan slippen met de vrachtwagen. We zijn met een hele leuke groep. Degenen die geen vrachtwagenrijbewijs hebben, die gaan slippen met de auto. Dus Koen is mee, Robert is mee, Fleur is mee. En jullie denken allemaal, nou, wie zijn dat? Maar die zijn allemaal wel vaker in de video's langsgekomen. Dus familie, vrienden, alles. Die gaan met de auto slippen. En Sjaak, Gerdien, Patrick, Hans-Peter, Edward, ik, Denise en mijn moeder en mijn vader weet ik eigenlijk niet, die gaan slippen met de vrachtwagen. Het is nu 7:15. We zijn nog even aan de koffie. En dan is het belangrijk dat we eerst theorie gaan doen. Dat telt ook voor de code 95. Super saai verhaal. Hebben we eigenlijk ook weinig zin in, maar we hebben eerst een paar uur theorie. Want code 95 heb je weer nodig om de weg op te mogen met de vrachtwagen. En daar moet je elk jaar bijscholing voor doen. Ingewikkeld verhaal, wat ik zeg, beetje saai. Wallen zijn trouwens en fliek. Maar goed, ik ga naar binnen. En we zijn nu al aan het tijdrekken met koffie drinken, want we zouden 8 uur beginnen. Het is nu 7:15, zelfs al bijna 8:30. En niemand heeft nog haast om te gaan beginnen. Maar wat heel erg leuk lijkt, theorie ga ik niet filmen, maar het slippen, hè jongens. Doodeng. Echt doodeng. We gaan remmen. Dan gaat de wagen op een gegeven moment. Nee, die ook vinden. Robert, wat vond je ervan? Heb je veel geleerd? Wist allemaal. Oh, hij wist allemaal. Nou, toen hij wat vroeg was je niet scherp. Nee, wel grapje. We gaan nu eerst de auto's instellen. Spiegels, stoelen, noem het maar op. Maar dit is de baan waarop we straks gaan rijden. Even snel, hè. Ik moet dit tot 10 uur vanavond. Ja, kom. Nou nog een stukje. Ik moet heel nacht in. Gevaar voor eigen leven. We zitten in de auto bij Robert met Koen en mijn vader. Robert, je moet even wachten. De rijinstructeur zit er niet bij, maar we hebben van die korte... Robert! Nou, ik heb ook geen gehoord. Ik vind dat niet leuk. Stop dan. Ja, maar straks gaat hij helemaal bij. Wacht even, Ro. Nog geen instructie gehad. Maar hij is nu alles aan het klaarzetten. Voorste mag beginnen. We hebben rechts 30 km per uur. Dan wachten tot ik ook op, hè. Aan de buitenkant rijden. 30, hè, Ro? Je mag rijdt... ik al? Mag ik al. 30. Vasthouden, constante snelheid houden, blijven rijden. Stop! Stop! Vasthouden, kijk dat die inzakt. Lekker, Goos! Goed zo, Robert. Stop! Vertrappen, hè, vasthouden. Vol gas, vol gas, zegt hij. Vol gas! Trappen, ga door! Nu ben ik. Maar iedereen stapt uit. Ik ben helemaal alleen. Ja, pa. Gaat niemand met mij, alleen jij. Ja, je zit ook op een slipbaan. Yeah.
al die eikootjes opgeblazen. Nou, daar gaan we. Ik zei al, dit is mijn grootste nachtmerrie. Geen controle hebben over een vrachtwagen. Maar ik dacht dat we helemaal zo gingen, maar het is alleen... Gaan we zo? Hè? Dat gaan we straks. Nee, met de vrachtwagen. Nou, ja. 30 toch? Ja. Zo, dat duurt lang. Niet normaal, joh. Weet al wat hij nu zegt. Het is toch makkie. Trappen, harde trappen en rechthouden. Niet naar rechts, niet naar rechts. Oh my god. Je zit links, nee, je moest een beetje naar rechts doen om weg te rijden. Een pionnetje interesseert me niks, hè? Pionnetjes waren een pionnetje. Dat was heel eng. De vader is Koen aan het uitlachen. Hoezo, kijk dan, het gaat hartstikke goed. Ja, na drie keer steken. Oh, ik had het paaltje moeten filmen, Robert. Ja, die in het midden moest, maar die hier stond. Toch, ja, ga maar okay. Tot in de twee. Maar gaan we tollen of gaan we tegensturen? Nee. Tollen. Nou, wat je zelf wil. Rechterin toch? Ja. Mag ik? Ja. En dan moet je alleen even zo sturen en je koppeling indrukken. En dan trek ik wel. Oké. Okay. Stuur maar. Wat doe je? Oké, nou, dat waren we bijna. Oké, dat zie je. Ja, ik ben niet de enige die vergeet te remmen. Daan vergeet het ook. Nee, maar hij moet zegt ook niet remmen. Nee. Hij zegt je mag niet remmen. Dus nee, ik denk, nee, ik dan, remmen. Je moet alleen tegensturen. Maar, dat maar waar zit toch die man doen? Te praten dan? In zijn microfoon! Ik weet niet waar hij nu is. Hij zit denk ik nu bij iemand in de auto. Ik zat te wachten tot hij wat ging zeggen. Bewijs. 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 We did it. Nee, ben je ook blij? Je krijgt toch niks, dus je zit weer op de telefoon. Dus je kan niet meer tegen. Oh,